guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer met Lucas van Bunkerbob voor een bunkervideo. We hebben hier alvast een bunker. Maar voordat we erin gaan, klik op de like button. Deel deze video met al jullie vrienden en familie. Klik op de rode abonneerknop en ook ineens op een belletje, zodat je nooit meer van mij een video wil missen. En abonneer vooral ook op Bunkerwolf. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Zo, waar je in de bunker bent. En ook gewoon mening. Daar gaat hij. Lukt dat? Of is het niet? Oh, er zit nog een gat, vriend. Nog een gat? Jammer. Oh, dat is groot. Tas moet je toch meenemen? Als je doorloopt. Ah, niet heel veel is er. Het is niet heel groot. Dit is de waterbergplaats. Het stond op de binnen. Is dit nou serieus? Zou er zo'n klein gat ging? Een grote hoofd. Dit is jammer. Één put. Niet heel veel of zo. De put is dicht. Ik woon hier. Sorry, is maar groot. Ja. Het valt mee. Het is wel een hele kleine bunkertje. Hierboven. Oh wow. Eigenlijk een van ons nu daarna. Nee, even zien. Gek. Zou je nou hier serieus door een klein fucking gat doorheen gegaan om dit? Ook echt? Nou, dat is tenminste ook wel beter dan vorige keer in het bos, maar vandaag is mijn huisvriend. Ja, dat wel. Het is tenminste een bunker waar je in kunnen. Ja, die andere waren allemaal dicht. Zo, we gaan naar de wc-bunker. Een lampje is zo fel, schijn je zien naar mij dan. Ik ben gewoon een witte puntje. Ik van erin houden en die app openen. Scheelt heel veel werk. Ik neem je mijn tas weg. Nee, die gaat niet. Ik ben echt bang dat ik mijn gimbal in het zand heb. Wat dacht je van mijn camera dan? Oh, ja. Het is gewoon kadoek als het helemaal vol zand ligt. Ja, sure. Ik heb geen idee hoe de fuck ik dit ga doen, hè. Eerst gewoon ga ik mijn tas eruit halen. Lukt dat? Gaat het doen. Joh. Zij, dit ding is 103 jaar oud. Echt dit waar. Ding is 103 jaar oud, deze munt. Heb je hier net op de grond een muntje gevonden die gewoon uit 1970 komt? Dit ding is koulo oud. Tering nice, vriend. Ik zei toch jullie veel shit? Ja, mooi. We gaan nu lekker naar die bunker om daarin te gaan. Ja, zie je dit? Dit, hè? Was eergisteren nog helemaal hier zo. Hier is dat zand, hè? Was tot hier. Hiermee, ja, hier. En nu is serieus dit allemaal weggehaald, hè? Waarom is dat in godstieve snel dicht gaan? Ik denk eigenlijk gewoon hierheen. Tegen kneuzen. Eerst was het hier fucking diep, kon ik niet eens het dak aanmaken. Kijk, dus je hebt het gewoon weggegooid. Oh, we hebben daar, ja. Ze hebben serieus gewoon stukken beton met trappetjes zelfs hebben ze hier gedaan. Als ik hier nu wel ga graven, dit naar binnen trekken, gaat vanzelf dat zand hierboven, zie je dan een beetje een soort gat ontstaan. Dat is fucking, dat hoort je nu weer te doen. Dat is hier echt licht. Zo'n kindje zo. Kijk. Waarom had ik überhaupt mijn lamp aan gedaan, terwijl het hier gewoon zo licht is, dat het gewoon kan vinden? Kijk, hoe mooi zie je als je het op de vlog hebt. Nu echt, hè? Ten video. Ik weet niet of... Ja, oh, vliegtuigen. Hier is het wel lekker. In de bunker, hè? Hier in de bunker is het wel lekker. Buiten is het echt gewoon niet te doen. Fucking warm. Ja, mooi. Ik heb zelfs al... mijn mouwen opgestroopt omdat het zo heet was. Dan wou ik dus een jas aan gaan doen, jezus. Dan blijf ik hem in mijn tas heb gedaan. Zullen we stoppen met dit zoeken? Ja? Gaat ervan uit dat we er niet heel veel gaan vinden hier. Ja. Nee. Echt, hè? Dat kan, dat slaapt. Dat slaapt ook wel. Oh. Ja. Moet ik weg voor de ingang, man. Mijn tas gooi ik even uit. Lukt het? Dat pakken. Mijn tas even eruit. Ja,
Ja, het is wel een klein beetje uitgegaan. Niet zoveel. Het zag je wel heel droog uit, zou ik je vertellen. Zie je die spin daar boven op dat dakje? Nee. Ik moet namelijk inglijden. Mijn tas zit eigenlijk wel helemaal onder die fucking zand gewoon. Maar die kleintjes maken mij niet zo veel uit. Zie je hem daar boven zitten, die zwarte? Nee, laat naast je hoofd, naast je hoofd. Kijk achterin. Daar let ik niet op, man. Als je anders rijdt. Kijk, ja. Dit is ook wel een grote gang. Hoi, joh, de tyfus. Lang, hè? Hier. Hier zit een gat. Daar zijn we heen gegaan. Je moet er dat gat heen kijken. Dus daar is gewoon de bewoonde wereld. Houd hier een plek. Heel gek, want die spin is al vorige week hier nog. Nou, helemaal daar. Ze zijn helemaal doorheen gegaan. Oh. Het zijn echt van die zwarte grote gaan. Ga even ouwe doen alsof je een wolf bent. Dan ben je gek in je hoofd. Ja. Dat is de andere uitgang. Ja, die is dicht met zoals je ziet. Ah. Kijk eens naast je hoofd. Kijk daar, die mat. Tyfus. Naakslap. Dat niet! Het is naast mijn kop. Ik weet niet wat ik meer had. De naakslap van. Dat is een zwak. Jij nog eens. Nou ja? Waarom niet? Ja. Maar toch zit eruit. Wij gaan een fucking grap. We gaan een fucking grap zoeken. Ik wil een naakslap hebben. Ik heb wel dat een stukje. Zo aan het eten zijn denk ik gewoon dat laten zien. Als voorbeeld dat je goed moet eten tijdens de airbag. Ja. Ik vertel je, als je dit nog nooit hebt gedaan, dan moet ik naar bunkers gaan. Je voelt zelf die adrenaline wel een beetje. Gewoon naar de plek waar je niet mag komen. Ja. En ik bijvoorbeeld heel langs, heel sneaky langs het huisje. Nu zeg maar alleen. Bij Hoek van Holland, dat je fucking sneaky langs het huisje van de boswachter moet gaan kruipen. Soms hoor je naar mijn vader sturen, laten zien. Soms hoor je de vel mijn lamp is. Soms hoor je de boswachter ook gewoon praten. In de volgende werk. Want ik bedoel naar de volgende bunker. Zeg even eerlijk, dit is wel de grootste bunker waar we zijn. Ja, oké, die in Hoek van Holland is wel groter, maar dit is wel echt een grote bunker vergeleken met die andere. Ja, het is wel de grootste bunker waar we vandaag in zijn geweest. Ja. Het is oké, het is alleen maar één gang. Ja, kijk, tenzij we het geluk hebben dat we zo meteen een andere ingang van het gangenstelsel vinden. Die zit daar. Dat is wel echt wel ziek zijn. Heb je er eens een kwartier lang lopen zoeken daar? Het zou echt ziek zijn als we die vinden. Ja, maar dat is echt lang ook. Ja. Jij had ook in dat glas moeten kijken. Je zag echt een gang. Die liep zo de hoek om. En je zag er één die ging zo. Oh, wow. Dat was volgens mij gang A. Ik heb van tevoren opgenomen. Ja, omdat ze goed. En een paar dagen ja, editen. Maar hun hebben wel echt hele goede kwaliteit hoor. Ja, maar het kan omdat ze ook hele goede kwaliteit camera's hebben. En een hele goede programma van een paar honderd euro. Maar hun hebben volgens mij ook mensen die voor hun editen. Dat ook, net als Den Haag is alles. Huren mensen daarvoor in. Ja. Ik ben zeg maar heel Den Haag is in één. Heel Den Haag is in één ben ik. Ja. Moet je nagaan. En dan heb jij zo weinig abonnees. Vind ik wel erg. Echt hè? Ik ben hier met Rijf, we gaan naar de bunkers. Kut! Ik wil heel erg met filmen. Ik fucking goed licht heb. Ik heb 5,70 mee. 5,70? Ik heb mijn bankpas mee. Het zit zelfs hier al, hè? Kijk, hier zit dat nest. Zie je? What the fuck? Oké, eens even kijken. Hoe komen we hier zo snel mogelijk weg? Want de spin zie ik hier niet, hoor. Nee, je moet daar. Zie je daar? Daar zit de grote, die.
Die valt fucking mee, vriend. Die valt wel mee, maar... Ik dacht echt dat waarschijnlijk dat je... omdat ik echt met mijn neus erin zat. Oké, dat doe je echt goed. Vriend, ik heb mijn fucking camera in mijn hand, hè. Alsof het lekker gaat. Huh? Ik pak mijn camera dan even aan. Doe mijn tas uit. Desnoods ook wel even mijn tas. Wacht, Heili. Wat? Ik kan het lekker niet. Ga even naar mijn eerste gedeelte. Als ik mijn camera pakken. Nu kan je er gaan uit. Nee, bunker. Er zijn wc's in. Ja, dan kan ik pissen. Toch? Ja, dat kan. Ik zou het alleen niet doen. Fuck dat. Ja, ik moet pissen, dan ga ik pissen. Het boeit me niet waar. Je spin in het hoekje zit daar nog steeds. Lukt het veel meer? Kijk. Oh, dat. Hier, kijk, als je bij die laatste kan je kijken. Ja, maar ik moet pissen. Hier zitten salamanders, kijk wel. Kauw nog veel. Kijk, al die salamanders. En kijk. Wow. Het zijn allemaal salamanders. Wat? Tering ziek. Kijk dit. Kom er niet hier uit of zo. Bij deze laatste kan je er helemaal in kijken. Wow, joh. Je hebt een tering veel. Holy shit, hier zijn er nog veel meer. Wow, yo. Hier rijden, kijk, hier rijden, kijk. Oh, what the fuck. Ja, fucking eentje gewoon zo wat naast mijn poot, vriend. Ik breek het tak en ik kijk even en loopt zo'n ding. Jezus, wat is dit? Oh, je ziet ze zwemmen. Hoi. Hier zit een kamer. Tering awesome. Veel te veel hieronder. Hieronder zie je, er is, hier, hieronder zie je gewoon een kamer met alle scheiden. Bruin water. Fucking hard. Hier zijn we. Oh, en hoe komen we, hoe kut komen we hier uit dan nu? Toch niet, kijk dit. Kijk dit schijnen in die stenen. Zie je hoeveel? Ja, mooi. Jezus. Hier zat wat netjes. Hier zat wat muren. Dat is wel het maakstuk. Oh, salamanders. Salamanders. Ik heb al een keer met het plan om te gaan zoeken. Wel salamanders. Ja? Is goed. Zo, die stof, hè? Daar komt-ie. Oh, kom ik. Hallo. Hi. Hallo. Mensen. Man, die weer een MG42. Die vond gewoon, je is net op de grond, man. Hier. Ja, je zat een mooi uitzichtje. We hebben uit de bunker. Van boven de bunker. Daar zit de Scheveningen. Een paar op zoeken.
Deze zijn goed. Ga jij als twee? Ja. Tuurlijk, ik vind die grote grote spinnen. Oh joh, kijk, kou lopen. Nou, ga maar. Ik hou wel. Ik haal mijn tas even hier staan. Ja, neem je tas gewoon mee, vriend. Ja. Weet niet hoe groot het is. Jij hebt die aangegeten. Ja. Wow, Luc, maar we kunnen dadelijk ook gewoon naar iets anders even plaatsen. Kijk daar. Jouw vriend. Je buik, ja, de tas ligt daar. Is het die? Hé! Hey. Hoi! Hallo! Ik kijk wel voor het bos wat ik heb. Oké. Okay. Zeg maar als je erin bent. Deze is schoon. Nee? Ja! Hoi joh. Stoelen ook echt gewoon. Hé, hey, hier ligt wel iets. Hé, hey, hoor. Ja, echt. What the fuck? Er is niet een mond in dat jeugd. Kan dieper gaan, hè? Huh? Dus denk ik, gooi daar tegenaan. Dus denk ik gewoon ook zo. Je hoort het hier. Ik kom goede stof uit, hè? Ja. Maak maar niet aan. Nee, dat gaat je. Misschien is het eten. Shoutje. Hé, hey, hier nog maar één. Weet je wat gewoon. Volgens mij kan ik heel deze bunker verlichten met mijn licht. Als jullie je licht uitgooien. Ja. Zo. Moet je nagaan hoeveel mijn lampje is gewoon. Lampje. Ja, maar stel, we hebben ons alle drie. Zo vies mee. Oké, ik heb wel OV, maar ik heb geen abonnement erop op dit moment. Stuur mij maar het tankje dan. Ik ga het wel doen, Lucas. Ik ben niet zo grievig. Nee. Kijk uit. Oh. Ja. Oké, okay, goed. Mijn tas had ik net op mijn rug toen ik erin ging. Maar nu moet ik hem echt eruit gaan zwiepen. Even om... Ja, maar eruit is een jas te gaan, hè? Huh? Het is altijd erin, is makkelijker dan eruit. Okay. Je meent het. You gotta be kidding me. We kunnen naar de FA keuken doen. FA keuken? Ja, dat betekent. Lekker. Dit was de video. Laat gewoon een like achter. Abonneer ook. Klik op het belletje, dus mis je nooit meer van dat. Wij hebben precies hetzelfde. Mede mogelijk gemaakt door mij, dus. In principe wel, ja. Zonder mij geen video, hè? En zo wel. Maar weet het, abonneer even op de linkies. Abonneer op Heiliedeman 2. Dat ook. Ik ben daar bezig met de toffe Minecraft-wereld. En als dat kanaal 100 abonnees hebt, dan ga ik dus ook lekker met jullie samen die wereld maken. Dus ga ik gewoon de stad maken. En abonneer, die wordt, abonneer door de stad op, wordt gemaakt. Abonneer op dit, kijkers wordt gemaakt. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want van de zomer komen er super vette video's aan. Dat ga ik jullie nog niet verklappen. Hoogstens ook gewoon pas in de eindherfst of winter. Dat kan ook. Want het monteren moet er ook tussen zitten. Dus ja. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!